SDK-poolers van Unit 4. Van harte welkom weer bij de vooruitblik op Nederland-Duitsland. Ja, Rob, de eerste wedstrijd verloren, 0-1 tegen Denemarken. Wat gebeurt er nu in zo'n groep? Nou, je zag het ook na de wedstrijd, dat veel spelers toch wel erg teleurgesteld waren. Ja, het zat ook niet echt in de verwachting. Ik denk, als je het zelf op het veld hebt beleefd, dan denk je, of, ja, we hebben veel kansen gehad, we hebben best veel gecreëerd. Dan ging je niet in en zij kregen de eerste beste kans en die zat er dan in. Dus ja, dat gevoel, ja, dat zal niet prettig zijn. Nee. Als we gaan kijken, er zijn een aantal jongens die dicht tegen de basis aan zitten. Hè? Die zullen ongetwijfeld vinden dat zij nu moeten gaan spelen. Gaat dat nog voor frictie zorgen? Ja, ik denk toch dat het steeds meer gaat spelen natuurlijk. Als de resultaten tegen zijn, ja, dan zijn dat soort mensen natuurlijk degene die als eerste naar voren komen. Van, niet alleen door zichzelf, hè, want meestal stellen ze zich wel correct op in de media. Maar de media zelf gaat daar gewoon meer erop inhaken. Ja, en als coach moet je daar gewoon wel heel erg op letten. Want dat is al eerder gezegd dat de basis zelf hoef je eigenlijk nooit zo druk om te maken. Er zijn altijd in zo'n groep 3-4 spelers die ook in de basis kunnen of horen. Ja, ze doen het vaak nog niet eens zelf, maar nu is het toch de media die daar ook erg op inhaakt. En ja, dat zijn nu de mensen die je toch als trainer zijn in de gaten houden. En dan volgt Duitsland, een beladen wedstrijd. Is dat dan de meest geschikte tegenstander op dit moment? Nou, die wedstrijden staan wel altijd op zich. Dus wat dat betreft denk ik wel dat het misschien wel op het juiste moment is. Hoewel ik wel vond dat de vorige keer dat we tegen Duitsland speelden, vond ik ze wel erg sterk. Ik heb ze nu tegen Portugal een groot gedeelte gezien. En ja, je ziet toch dat er veel dynamiek in zit en veel kracht en veel ja, spirit. Dus daar zal Nederland zich gewoon goed tegen moeten wapenen. Aan de andere kant denk ik ook dat wij een soort angstgegner voor de Duitsers zijn. Klaas heeft toch wel erg goed gedaan in Duitsland. Ja, ik denk samen met Van Persie voorin dat ze toch wel voor de nodige angsten kunnen zorgen. Een speler tegen Duitsland, wat roept dat op in je als speler? Je hebt hem in 1992 zelf meegemaakt. Ja, ik denk toch dat degene van mijn generatie, misschien deze generatie, zal nog meer of minder mee hebben dan de mensen, de generatie voor. Maar het zijn wel altijd aansprekende wedstrijden. Het zijn wel altijd wedstrijden die echt ja, voor topniveau zijn. Dus ik verwacht ook wel weer een leuke wedstrijd, ja. Vooruitdenkend aan aankomende woensdag, de opstelling. Gaat Bert nog wijzigingen doorvoeren? Ik denk niet dat Bert wijzigingen toe gaat voegen. Alleen omdat, ja, omdat hij ook denkt dat hij best misschien gezien het spel, gezien de wedstrijd, dat hij misschien wel tevreden was over de wedstrijd. Ja, ik zou zelf wel opteren om toch Klaas-Jan in de spits te zetten. Met Robin een beetje vanaf rechts en Arjen Robben gewoon vanaf links. Arjen is toch vanaf de rechterkant te veel met zichzelf bezig om zelf in scoringspositie te komen. Vanaf links moet hij buitenom en gewoon zorgen dat Klaas-Jan die ballen in kan koppen. Dus ik denk dat gewoon ook een betere match is. Ook met in de samenwerking Klaas-Jan met Wesley. Robin is toch meer de spits die de bal gaat zoeken, aan de zijkant of in het middenveld laat vallen. Nou, en Klaas-Jan is toch meer gefocust om in die spits te blijven, waardoor Wesley gewoon zijn balletjes kwijt kan en ja, niet in de spits hoeft te komen. Want dat zag je toch te vaak als Robin eruit komt, is er niemand die in de spits duikt. Je had het de vorige keer ook nog over een voetballende speler, net voor de verdediging. Ja. Kan dat tegen Duitsland ook? Ja, ik denk dat dat altijd wel kan. Wij moeten het niet hebben van onze verdediging, want dat hebben we nu ook wel weer gezien. Wij moeten het hebben van veel kansen creëren en ja, we moeten er gewoon één meer in schieten dan de tegenpartij. En over het algemeen, als we gaan voetballen, dan creëren we ook meer kansen. Dus ja, ik zou altijd opteren voor meer voetbal en Rafael ook zeker laten spelen. En Matthijssen, gaat die spelen? De geluiden zijn dat hij inderdaad ja, redelijk fit is. Ja, ik denk dat het misschien toch ook wel weer een stukje vertrouwen geeft als hij wel mee zou doen. Aan de andere kant, ja, moet hij wel 100% fit zijn. Deze wedstrijden vragen 100% fitte spelers. En richting woensdag, wat wordt de tactiek van Bert van Marwijk? We moeten winnen. Ja, ik denk toch dat hij eerst een beetje
we zullen wel het spel proberen te gaan maken. Alleen de Duitsers, ja, ik zie ze toch wel weer vroeg gaan storen. Want ze ook weten dat ze, als onze voorhoede goed gevoed wordt, dan hebben ze meer problemen als dat de bal, een lange bal van de keeper wordt gegeven. Dus ik denk dat de Duitsers ons best wel vroeg vast zullen zetten en druk zullen geven. Zijn er dan nog spelers waar we specifiek op moeten letten deze wedstrijd, vanuit Nederlandse kant gezien? Ja, dat blijft toch weer een beetje hetzelfde verhaal natuurlijk. Ik denk dat Wesley gewoon weer veel aan de bal moet komen. Dan zie je toch dat daar dan de mensen, of tenminste de balletjes vandaan moeten komen. Ja, we moeten echt op iemand letten. Ja, eigenlijk lastig, want ik denk dat we een beetje hetzelfde gaan spelen. En dan blijft er toch weer de vraag, houdt Willems stand en komt Wesley aan de bal? Ik denk dat dat daar toch weer vanaf gaat hangen. Duitse elftal heeft natuurlijk ook een aantal hele goede spelers. Wie, in wie moeten we in het bijzonder op letten? Ja, ik vind Özil vind ik het altijd wel uitsteken. En ja, Gomez of Gomez, hoe we ze hem tegenwoordig noemen. Ja, hij blijft natuurlijk gewoon een fantastische spits. Als je ziet hoe hij hem inkopte, die bal, ja. Dan ben je gewoon een goede spits. Maar ik denk toch dat het meeste rekening mee moet gehouden worden met gewoon hoe die Duitsers het veld in gaan. Ja, dat zijn gewoon stuk voor stuk winnaars en dat straalt ze ook echt uit. Plus dat ik vind dat ze veel meer voetbal van achteruit hebben de laatste jaren. Onze EK-poeders kunnen weer op de stoel van Bert van Marwijk gaan zitten. Wie gaat er als eerste uit? Dat wordt Afellay en die wordt gewisseld voor Klaas-Jan Huntelaar. Krijgen we eigenlijk de opstelling Arjen Robben op links, Klaas-Jan Huntelaar in de spits, Robin van Persie op rechts. En ik denk dat het zo gaat gebeuren. Wie wordt de eerste doelpunt te maken? Gaan we scoren? Ja, dat wordt van Persie. En in welke minuut? De 27e minuut. Beste NK-poelers van Unit 4. Heel veel succes met de komende wedstrijd tegen Duitsland. Vul hem dan ook zeker in. En we komen er zeker op terug.